Soms dan, het is ook wel meestal, soms laat ik dingen aan Luc horen en dan zegt hij iets en dan denk ik, oh, ik vind het niks en laat ik het een jaar later horen. Movement. Jongens, ja, goed, jullie vorige plaat is 2 jaar geleden verschenen. Soms zegt men wel eens van ja, een nieuwe plaat is een reactie op de vorige. Is dat bij jullie ook zo of is het... Niet heel erg, toch? Het liep een beetje in elkaar over. We waren al vrij snel toen die vorige plaat uitkwam weer begonnen met nieuwe nummers. En ja, ook omdat we zo heel lang over die vorige hadden gedaan, hadden we het idee van laten we nu gewoon proberen binnen een jaar een nieuwe plaat te maken. Dat kan ook van vaak laat je dingen ook een beetje liggen, onnodig liggen of zo. Dus altijd zoiets van laten we gewoon snel een nieuwe plaat. Maar lag er nog veel, zeg maar, van de omstreken? Ja? Ja, er ligt altijd wel een hoop dingen klaar. Bij ja, een paar nummers waar we gewoon niet uit zijn gekomen, die eigenlijk staan hier nog dingen van het eerste album op. Nee, niet van het eerste, maar zeker wel van zo 5 jaar oud of zo, een paar dingen. En sommige dingen die gewoon helemaal nieuw zijn. Hoe kan het, zeg maar dan, bijvoorbeeld, welke is dan zeg maar 5 jaar oud bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld Oh No It's Them, dat is wel iets wat al 5 jaar lang, zeg maar, het basisidee ligt al wel heel lang op de plank, zeg maar. Hoe kan het dan dat dat en Whitey, niet was? Whitey, Whitey ook. Laten we gewoon die eens pakken, zeg maar, Oh No It's Them, omdat dat ja, ook mogelijk een albumtitel zou worden. Hoe komt het, zeg maar, dat hij dan nu wel op de plaat kan verschijnen, of dat hij nu wel klaar af is? Hoe is dat nummer, zeg maar, hoe ja, is het proces geweest? Ja, dingen een beetje laten rijpen, dan kom je er niet uit en dan pak je het weer eens op. Dat we versie hadden voor die vorige plaat die niet helemaal lekker zat. Of zo, dat wat? En dan hoor je op dat moment hoor je niet wat het dan is en dan leg je het weg en dan een paar maanden later luisteren en dan hoor je meteen van oh ja, dat moet even weg of dat moet even dat anders. Te veel melodieën of te veel tekst die niet werkt. Maar wat was er bijvoorbeeld bij dit nummer? Kun je dat specificeren? Volgens mij kwamen we vooral uit de tekst niet helemaal eruit wat de zangloop moest zijn. En dat was het volgens mij voornamelijk. En een beetje de structuur, maar voornamelijk de zanglijn. Dus de muziek was al redelijk af, geloof ik. Ja, dus de nieuwe tekst en een soort andere structuur en dan toen werkte het opeens. Oké. Ander oud nummer wat je aangaf? Whitey, Whitey, Whitey. Maar dan hadden we, dat was echt alleen maar de twee loopjes. Dus dat had ik gewoon nog nooit echt... Volgens mij vond jij het toen een beetje te oenig klinken of zo, een paar jaar terug. Het is ook net en nu een is het beetje... een hit geworden. Dus dat klopt wel. Vond jij het te oenig klinken? Het is ook een beetje oenig, maar nu is het wel leuker geworden. Soms dan, het is ook wel meestal, soms laat ik dingen aan Luc horen en dan zegt hij iets en dan denk ik, oh, ik vind het niks en laat ik het een jaar later horen en dan vind ik, wow. En bij mij is dat waarschijnlijk ook zo. Maar dit, ja, het nee, is ook maar net... Die weet ik niet meer zo precies dat we die al eerder... Volgens mij was dat gewoon alleen nog maar een beat inderdaad, of en een basloopje en dat ja, daar... Toen op een gegeven moment gewoon genoeg nummers hadden voor die vorige plaat. En ja, het gewoon eens blijven liggen. Ja, we zouden kunnen kijken, als jij zegt van God, we hebben altijd nog dingen liggen. Dan vragen we ons af van hoe bijvoorbeeld er staan hier op deze plaat 13 nummers. Hoe grijpen die 13 nummers dan? Waarom zijn deze 13 nummers nu in één keer deze plaat, waar je ook misschien een andere keuze kan maken? Omdat we dit gedaan hebben. Zoals Heidegger zegt, er is geen keuze. Nee. Alles wat je doet, dat is wat je doet. Dus ja, je kan, ja. Het is gewoon deze random. Hebben we afgemaakt. Dat is het gewoon. Ik bedoel, het is niet zo dat je zeg maar dingen had liggen. Nee, het is ook ja, dat en dat je als je bezig bent, dan ben je enthousiast over sommige liedjes. En dan zijn er een paar die niet... Het is niet zo dat wij 100 nummers maken en er 13 uitkiezen. Of zo. En dat dan vallen er een aantal af die gewoon niet helemaal lekker klinken. Of die, het zijn dan dingen waar we allebei enthousiast over zijn. Zo. Er zijn er dingen die niet helemaal uit de verf komen. En dat kan dan dat je die later weer oppakt. Of, ja. Ja, Bastiaan, wat jij hebt gezegd dat August Rauwens gaat over het simpel houden voor jezelf. Heb je dat gezegd? In een eerder interview gezegd, oh, okay. Een paar jaar terug, dus ik wil even kijken of dat toch een beetje stand houdt. We verbreden ons palet in de loop der jaren natuurlijk wel, maar de insteek blijft hetzelfde. Sta je nog achter die quote? Ja hoor. Oké. Hoe is het palet zeg maar de afgelopen 2 jaar verbreed, als je dat nu zou kunnen zeggen? Nou... Goeie. Ja, of een slechte. Ik, ja, het is wat meer, we weten denk ik wat meer wat we willen nu. Dus we hebben die eerste plaat, was gewoon een beetje een soort punkband in een garage, bijna live opgenomen, zo klonk het een beetje. De tweede wilde wat meer soort danskant op, dus dat leek ons wel tof. En nu hebben we gewoon een beetje gedaan wat, ja, dat werkte allebei niet.
En nu zijn we gewoon daar een beetje het midden van genomen. Of zo, een beetje echt gedaan en niet te lang over nagedacht. En gewoon gemaakt wat we wilden maken. En palet in zijn zoverre verbreed dat we nu wat meer op de gitaren hebben geconcentreerd. Dat het wat meer hard, dat de gitaren wat voller zijn. En de zanglopen zijn wat poppier geworden, denk ik. Wat meer popmelodieën proberen in te doen. Niet alleen maar schreeuwen, maar ook af en toe iets meer zanglijnen, echt. En maar het is nog steeds wel dat we proberen... De essentie is nog hetzelfde. Alleen als je nu deze en het eerste album luistert, dan hoor je wel heel veel verschil alleen. Ook in de opnames, maar nog steeds wel dat je wil muziek die zo een beetje er doorheen prikt. Dat het niet van die oeverloze geneuzel is of zo. Ik denk, in de stijl, op een gegeven moment ga je zelf naar andere dingen luisteren. Dan ga je wat meer experimenteren, maar ik denk de basis is nog wel hetzelfde.